Winnen doe je niet zomaar. Deze film laat zien wat er allemaal achter de overwinning zit. Op de baan, in het veld of op de weg. Koers. Jureren en steren. Voeding en op kop rijden. Vallen en opstaan. Lossen en lek rijden. Sprinten en zesdaagse rijden. Koers. Rij mee in het peloton en achter de motor. Hoor waarom een sponsor brood ziet in de wielersport. En zag u ooit een framebouwer aan het werk? Voor het eerst ziet u hoe zo'n revolutionaire fiets met ossenkopstuur wordt geconstrueerd. Koers. Ploegleiders en volgers. Ploegentactiek en stuurmanskunst. Wielerwedstrijden gaan altijd door. Bij mist, sneeuw, regen of wind, nooit wordt een wedstrijd afgelast. Zoals hier in de Grote Prijs Wielerrevue. Koers. Met de wielrenners over Nederlandse wegen, winterbanen, weidelandschappen en door de bebouwde kom. Wedstrijden gaan altijd door. Heb je goed gereedschap nodig. Zonder een goede fiets kan je geen koers meer winnen. Materiaal wordt steeds belangrijker. Gaat u met ons mee naar de keuken waar Piet Pelle zijn eerste schreden zette. Hij weet hoe een winnende fiets te construeren. Framebuizen. Bracketpot. Vorkkroon en padden. De zitlug. De organen en ledematen van een koersfiets. Zo'n 100 jaar bestaat de kunst van het framebouwen. Als een meesterkok braadt een specialist met zilver de buizen in de lugs en bracketpot. Niet te heet, niet te koud, niet te veel zilver en snel genoeg. Want een te lange verhitting zou de elasticiteit van het hoogwaardige metaal aantasten. Dan worden zitbuis, balhoofdpijp en bracket bijgefreesd. Thank you.
was zijn laatste keer gericht, wat vreemd naar de spuiter. Het kader is dan gereed. Gazelle zet er voor het afmonteren nog een metalen merk. Daarna komt de mechanicien in actie. Afmonteren is een precies werkje. De keuze van onderdelen wordt steeds moeilijker, omdat er de laatste 10 jaar naast Campagnolo vele andere goede onderdelenfabrikanten bijgekomen zijn. De revolutie in de aerodynamische bouw van frames en onderdelen is sinds de verbetering van het werelduurrecord door Francesco Moser niet meer te stuiten. Dit is de Ossekop tijdritfiets van Erik Breukink, de zoon van de Gazelle-directeur. Hij won daarmee in Olympia's Tour zowel de proloog als de tijdrit. De ongemonteerde frames vinden hun weg naar race-specialisten en hier naar de mechanicien van de Scala Gazelle profformatie. Hij monteert de fietsen zelf af, geheel naar de individuele wens van de renner. Dat kunt u zelf ook laten doen bij de race-specialist. Het werk van de beroepsmechanicien is daarmee niet afgelopen. In de koers moeten wielen gestoken worden om lekke banden te verhelpen. Mechanicien leeft volledig met zijn renners mee. De renners vertrouwen blind op deze ambachtslieden. Wanneer het werk van de mecano erop zit, moet de renner het verder zelf doen. Terugkomen na materiaaldefect bijvoorbeeld. Rustig terugrijden, want de platte achterkant van een ploegleidersauto heeft meer abri, ofwel zuigkracht, dan het peloton. Meestal heeft een renner het makkelijker tussen de auto's dan op het kantje tussen het peloton. Het laatste sprongetje van de auto van de wedstrijdleider, de eerste auto achter het peloton, naar het peloton zelf, is het moeilijkste. De goed georganiseerde ploegen laten 1 of 2 man afzakken om de pechrenner op te wachten. Chris Koppert, de sprinter van de Van Aarle Eco ploeg, wordt hier door enkele ploegmaats terug bij het peloton gebracht.
geeft je ook altijd de gelegenheid om je een paar minuten door de mechanieker voor te laten duwen. En dat mag. Maar de renner mag de auto niet vasthouden. Dat is verboden. De commissarissen houden dit goed in de gaten. Vooral in de bergen. Kijk hoe het wel moet en hoe niet. Vallen. Vallen hoort net zo bij het wielrennen als lekrijden. Behang eraf voor een schaafwond is bij valpartijen de meest gehoorde kreet. Meestal springt de coureur binnen enkele seconden weer op de fiets en probeert terug in de koers te komen. Hier heeft het slachtoffer een hoofdwond. Zijn koers is afgelopen. Jacques van Meer houdt aan deze val een pijnlijke knie over. Wanneer tijdens de Amstel Gold Race een van de renners voor in het peloton omkiept, omdat hij bijvoorbeeld een te grote versnelling rijdt, valt de rest van het peloton ook om en moet verder lopen. Ofwel met behulp van toeschouwers of een dubbelduwende mechanicien weer op de fiets komen. Jelle Nijdam wacht op zijn gedepaneerde kopman in de Amstel Gold Race, Ad Wijnands. Een renner kan elke soort materiaalpech ondervinden. Deze renner verliest in het heetst van de strijd zijn ketting. Enkels losmaken. Nekspieren rekken. Strekken van de bilspieren. De lotushouding. De rug en achterkant van de bovenarmen. De rug en achterkant van de benen. Krachttraining. In de winter maken de renners ook wel gebruik van de home trainer. Liever dan op de rollen trainen de renners op de weg in het voorjaar.
Geregeld bandenpompen. Via het Franse raceventiel 7 of 8 atmosfeer in de banden. En dan de polder in. Of voor de souplesse een uurtje achter de brommer. Andy Kuiper trainde voor Bordeaux-Parijs veel achter de Dernie. Om zijn pols zien we de polsfrequentiemeter, waarmee een klein beetje renner tegenwoordig is uitgerust. Hierop leest hij of zij via zijn polsfrequentie zijn inspanningsniveau af. Sinds Francesco Moser het werelduurrecord verbeterde, gingen alle ploegen dit voorjaar volgens zijn methode te werk. Dat begin dit voorjaar in de trainingskampen. Zoals de Nissan Veranda Luxploeg van Henny Kuiper bij Antibes in Zuid-Frankrijk. De jonge Scala-ploeg van Ben van Erp daarentegen verkoos groepstraining in ons koude kikkerlandje. En Joop Zoetemelk bereidde zich dit jaar voor in de sneeuw. Hij vormde al op jonge leeftijd zijn karakter door veel aan langlopen te doen in de winter. Nieuw dit voorjaar was de grote prijs wielerrevue. Zonder trainen kan een wielrenner nooit het wedstrijdritme pakken. Vandaar dat deze lange wegwedstrijd als een welkome uitbreiding kwam op het evengoed overladen wegprogramma van bijvoorbeeld Joop Zoetemelk. Hij manifesteerde zich in deze eerste grote wedstrijd van het wegseizoen in de kopgroep. Let eens op het gezicht van de 38-jarige veteraan die dan toch maar weer besloot in de Tour de France te gaan rijden. Hij observeert zijn medevluchters. Met wie ben ik weg? Wie doet kopwerk? En wie zit de linkerballen? Wie verzaakt dus de arbeid? Serieus om de overwinning gekoerst werd, bewijst het gebaar van Leo van Vliet, die zijn ploegleider roept voor advies. De haantjes van Scala zaten er niet bij. Dit is hun laatste poging om het gat naar de kopgroep met vereende krachten dicht te rijden. Was het ook deze dag. En vochtig. Daar zijn speciale middeltjes voor bedacht. Wielrenners zijn altijd op zoek naar nog betere smeerseltjes voor op hun benen. Een van de meest geroutineerde verzorgers is Ruud Bakker. Speciaal Ruud Bakker product. En dat is de Udehoutse balsem. Dit product heeft het voordeel dat het erg consistent is. Het is dus erg dik. Het kan er niet afregenen. Ze noemen het ook wel eendenvet. Ik ben op het idee gekomen om een dergelijk product te maken. Als ik met die kinderen van mij, die zijn inmiddels groter. Maar toen ze nog klein waren, gingen wij wel eens eendjes voeren. En dan zag je die eenden zag je onderdompelen. En die kwamen altijd droog weer boven. En zo is bij mij het idee gekomen, omdat die renners het altijd zo koud hadden als het regende. En dat wat je erop smeerde, dat regende er altijd af. En ik heb met dit product, Udehoutse balsem, heb ik iets gevonden dat alleen maar met warm water onder de douche en in bad dus eraf gehaald kan worden. Modern wielrennen is het dameswielrennen. Volgens kenners een categorie met een stralende toekomst. Na het Tour Féminin succes van vorig jaar heeft sinds 1985 ook Nederland een ronde voor vrouwen. Petra de Bruin in een ontsnapping. En die top. De organisatie was nog niet geheel vlekkeloos, maar compleet met een proloog en een individuele tijdrit leek het toch nog heel wat. Thank you.
Geperkamp volgt als ploegleider Eria Omen in de tijdrit.